Goedenavond. We zijn er weer. Talkshow Our Voice. Hoeveelste aflevering? 25. Even een excuses, een pardon. Vorige week, ja, wegens calamiteiten moesten we annuleren. Dat hebben jullie natuurlijk gezien. De dames waren er wel. De heren moesten even wegens onmacht moesten we even eruit. Maar we zijn er weer. En we gaan weer gestadig verder. En we hebben een mooi onderwerp voor jullie. Johnny Paruches, 55 jaar. Kapper. Goedenavond. Welkom bij Talkshow Our Voice. Ik ben Schuinebol, Little Mr. Nos. Ik ben 39 en ik zit er weer bij. En het wordt gezellig vanavond. Dus allemaal delen, liken, tune in. Dus ja. Nou mensen, fijne avond. Avery PP hier. 31 jaar, vader van 6 prachtige kinderen, brandweerman van beroep. En de motto van elke dag, elke week, jullie weten zelf, niks moet, alles mag, vooral diep in de nacht. Mooi. Nou, dan komen we hier zo vanavond, komen we weer terug en dan zijn we met een mooie item. En het onderwerp is gemengde relaties. Ja. Gemengde relaties, hoe gaan we dat zien? Ja, gemengde relaties, dat is het. Maar voordat we met die gemengde relaties verder gaan, voordat we ons verhaal gaan vertellen, gaan we nu even delen. Want delen is? Delen is caring, sharing. En liefde. Dus laten jullie je liefde zien. Power up. Ja. We zullen met z'n allen even mooi delen. En in de tussentijd dat we delen, dan kijk ik even schuins. Maar dan gaan we met het eerste verhaal beginnen, toch? Gemengde relaties. Gemengde relaties. Of ik een gemengde relatie heb. Ja, ik heb vroeger, dan praat ik over de jaren 95, toen ik nog een beetje, ik had nog wilde haren, heb ik nog steeds, maar... Mooi. Ja, het was niet echt een relatie, het was meer... Onder Vini, dus uitvogelen wat is. En ja, ik deed toen wel eens wat met een Nederlandse dame of met een Nederlandse dame. En niet om onze donkere dames tekort te doen, maar het was meer, je bent jong en je wilt wat. Dus je gaat experimenteren en dat was die tijd een van mijn experimenten. En ja, ik kan niet zeggen dat ik er niet van genoten heb, maar ik zou toch wel bij mijn standvaste Suriname zou willen blijven. Is wel? Jawel. Hoe je draait of keert, ik wil mijn... Maar hoe was het? Wat ervaarde je ten opzichte van, Kijk, ik heb een zoon van 9 en die komt bijvoorbeeld... Zijn moeder is Javaans. Oké. Dus je gaat op een gegeven moment, ik had altijd een bepaald plaatje, het moet Douglas zijn, toch Gracie. Ja, dat bedoel ik, ja, precies, ja. Maar op een gegeven moment, dat ideale plaatje bestaat niet. Okay. Nee, toch? En toen leerde ik mijn huidige partner kennen en ja, dan zie je dat het gewoon een... Dat was wel die klik, die connectie. Ja, want die Javaanse, daar heb ik een zoon mee, maar ik heb nu donkere dame, net als ik zelf. Dus. Maar als je kijkt, oké, je zegt je had een Javaanse, ja. Maar wat waren de tegenstellingen? Of wat ondervond je dat je dacht van nee, dit is het niet? Nou, het is niet zozeer dat de cultuur me niet aanstond, daar ik zei van dit is het niet. Het was gewoon, de klik was er op een gegeven moment niet meer. Dus ja, dan ga je zoeken en kijken naar wat anders. En ja, dat heb ik toen gedaan. Dat heb je toen gedaan. Ja. Nou, als ik daaraan denk, denk ik aan vroeger. Aan mij is nooit zeg maar echt gezegd, bijvoorbeeld, je moet met een donker meid thuiskomen. Ja. Of je moet met zus zo of zo. Dus ik ben daarin vrijgelaten. Okay. Om zelf te kiezen en doen wat ik zelf wou. Om het maar even zo te doen. Uiteindelijk. En als je terugkijkt naar mij, al mijn kinderen, is het ook echt zo gegaan, zeg maar. Ja. Ik heb verschillende mixen. Ik heb mix met Dominicaan. Ik heb mix met Nederlandse
vrouw, ik heb mix met Arubaan, ik heb mix met... Hoeveel kinderen heb je? Zes. Zes mixen? Nee, ik heb een tweeling natuurlijk. Oh, ja, klopt. Ik heb twee met dezelfde, zeg maar. Ik heb twee Dominicaanse mixjes. Ja. Twee Nederlandse mixjes. Mix Arubaans. Ja, dus mix-up. Ja, en mijn zoontje is ook weer een mix, maar die is ook een mix een beetje van met alles wat er in Suriname te vinden is, een beetje. En half mix Antilliaans, zeg maar. Oh, okay. Dus al mijn kinderen in principe zijn mixjes, dus geen één is Antilliaan op Antilliaan. Het is niet bewust, het is niet onbewust, want het is zo gegaan. Yeah. Waarschijnlijk, misschien komt het nog wel, ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Dus voor mijn gevoel, als ik praat over mix dinges, ik heb niet zoiets van, ik vind het kan gewoon. En in mijn leven breng ik het, is het voor mij geen probleem om, vind ik dan, dat ik verschillende culturen, om het maar even zo te zeggen, mix heb. Weet je, ik ben nooit daarin beperkt of iets in die geest. Nee. Ik eigenlijk ook niet. Als ik het zo bekijk, ja, dan gaan we weer even terug. Mm-hmm. Ik heb me niet van dat ik veroordeel of zo. Ja, precies. Het deed me niks. Ik had een heleboel. Nou, natuurlijk heb je meer donkere vriendinnen. Maar ik had ook een heleboel witte vriendinnen. Maar dat. Ik zag er geen connectie bij. Ja, leuk bed instappen, bed uitstappen. Maar om verder te gaan, een relatie aan te gaan, dan dacht ik altijd, niet met een witte vrouw of zo. Laat me even kijken zeg, als ik mijn verhaal vertelde, ik denk zoiets 8 à 10 jaar geleden. Ik zat op de vrachtwagen en ik kwam vaak bij verzorgingstehuizen. Mm. Nou, ik kwam bij verzorgingstehuizen en daar was een leuke dame, maar wacht, goed dus, uitzien. Dus in principe, als ik het goed begrijp, als het om relatie gaat, zou u nooit met een blanke vrouw of een Nederlandse vrouw... Nou, maar wel, dat wil ik je uitleggen. Een relatie? Nee, dit was echt een relatie. Okay. Dus het is ergens ontsprongen. Ik zag er en het klikte. Elke donderdag kwam ik daar zo. Ja. En we spraken. En we spraken gewoon leuk. En op een gegeven moment, ja, je vertelt, je bent kapper, wat doe je? En ze zei tegen me van, ja, ik heb blond haar, maar ik wil het knippen. Ik wil kapper worden, want... Ik wil het knippen, ik wil het kleuren. Ik zeg, ja... Ze zeggen, wat voor kleur gaat misschien staan? Ik zeg, nou, doe een beetje rood, een beetje bruin. Roodkap. Ja, roodkap. En prop, 2 weken daarna had ze het helemaal kort geknipt. Maar niet bij u? Nee, niet bij mij. Want ik had gezegd, nee, ze heeft de eigen kapper. Dat was niet de bedoeling dat ik het zou doen. Oh. Maar ze vroeg me een beetje advies. Ja. En ze had, het was mooi geknipt, mooi rood. En zo, dus ze waren zo aan het praten. Ik zeg van, ja, het ziet er goed uit. En ze, dus zij zegt tegen me, ja, zou je dan ook willen een bakje met me willen doen? Een bakje. Ik zeg, nou, dan gaan we toch een bakje doen. Dus wij donderdagavond een bakje doen. Nou, eind van de avond, ik breng haar terug. In de avond doe je geen bakjes. Ja, nee, luister. Een erg bakje toch. Ja, bij witte mensen is het een bakje met een kaakje erbij. Okay. Nou, we hebben een bakje gedaan. Ik breng haar weer naar huis. En je geeft een kus. En ze zegt, is dit het? Is dit alles? Ik zeg, nee. Dus we begonnen daar zo te vrijen. Vroem, vroem, brap, brap. En het werd steeds meer. En op een gegeven moment nodigde ze me uit. Ja, zat ik er eigenlijk in. Ze nodigde me uit, thuis. Alles mooi. Nou, op een gegeven moment hadden we een relatie. Nou, het ging mooi. Maar nu komt het. Met haar was geen probleem. Maar op een gegeven moment werd ik voorgesteld aan de ouders. Mm-hmm. En moeder was... Ja, die was wel meegaan. Maar vader had zoiets van... Maar deze man is zwart. Deze man is zwart. Totdat ik zei van ja, want toen kwam toen op gesprek kennismaking en ik had het over de kerk, vroeger op de kerk. Hey, die man ging meteen omhoog, want ze waren gerenoveerd. Dus die man ging gewoon, die man hoorde kerk. En dan dacht ik, oh nee, maar deze bruine man zit ook in de kerk, is een kerkganger. Dus op een gegeven moment werd het wel, die vader begon een beetje bij te trekken en het wordt leuk. Maar waar we uit elkaar gingen is dat die ouders waren echt bovenop haar. Alles ging
via de vader of via de moeder. Dus je had meer relatie met die ouders dan met haar? Precies! Ja, maar soms kwam ik daar, ze zegt, ja maar ze heeft niet gezegd dat je zou komen. Maar ze zijn altijd wat assertief, want ze zijn een beetje bang dat misschien, hey, dadelijk gaat er iets verkeerd, dus ze willen al bij voorbaat. Dat... Alles ging via, als ze zegt, we gaan ja, even aan mijn vader vragen of mijn vader het goed vindt. Wow. En ik van, ja, je leeft met je vader, dan moet je met je vader leven, weet je. Ja. Of met je ouders leven, alles gaat via je vader of via je ouders. Hoe oud was ze? Boven de 18. Ja, ja. Ja, maar boven, zeker boven de 18. Beperking is dus ja, op een gegeven moment heb ik gezegd van, nee, hey, beter laten we het gewoon skippen, want het gaat niet worden als jij zo'n uiteindelijk vader. Kon het wel, maar het is niet gelukt. Door omstandigheden. Ja, door omstandigheden, ja. Dus, maar dat was ook de eerste keer en ja, ook de laatste keer. Want ja, ik denk niet dat ik echt die connectie ga voelen. Terwijl je hebt heel veel witte meisjes of witte dames die ook meegaand zijn. Ook in ons cultuur. Ja, 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 ja. Ja, toch? Ja, maar dat is ook, dit is ook met wie ze omgaan. Want je ziet nu tegenwoordig... Kijk, ik was meestal sceptisch op het feit van... Bij Nederlandse meisjes of bij blanke meisjes... Wanneer die maandelijkse periodes zijn... Wij zijn op een soort manier... Ja, precies. En dan was ik meestal van, ik heb geen zin en geen tijd om je elke keer te moeten gaan uitleggen van, oh ja, we zijn nu in jouw periode, dus je weet toch, bepaalde dingen kan nu even niet. Dus ik was merendeels op dat feit, was ik zoiets van, nee maar, laat me het gewoon een beetje bij die moxies houden, die zondige Douglas-achtige. Ja, natuurlijk kan je snoepen bij, nee, ik heb ook nog nooit een aantal jaar gehad, volgens mij. Mijn lijst is best wel, ondanks dat ik 39 ben. Het is toch wel beperkt gebleven. Maar was dat is dat bewust of is dat zo gegaan of had je zoiets van nee? Kijk, ik ben jong geweest. Ik werkte vroeger midden op de Nieuwe Dijk. En als je in een sportwinkel werkt, ja, dan krijg je aandacht van alles, van overal en nergens. Maar daarentegen moest ik altijd alert zijn. Ik had die tijd ook een vriendin en zij woonde in Purmerend en zij kon heel snel richting stad zijn. Haar familieleden werkt in de stad, dus... Ik kon niet altijd. Ja, ik had toen al. Die tijd was de schuinsgaan nog niet. Dus, Toen was je nog recht door zee. Dus ik moest sowieso voorzichtig zijn. Ja. Maar nee, ik had niet echt zoiets van. Die Nederlandse meisjes trekken mij voor een long distance relatie. Nee. En ik weet ook niet, ik denk, wij hebben onze normen en waarden, wij doen dingen, wij poetsen onze tong, dat soort dingen. Ja, kijk, en daar zit dat ook dat cultuurverschil in. weet je, dat is hoe je aangeeft. Ik heb dames, sorry dat ik het moet zeggen, maar ik heb dames in mijn kring meegemaakt. Die hadden zoiets van, ja, maar ik ben vandaag gebaat. Waarom moet ik vanavond weer baden? Of weer douchen? Weet je? Eén keer douchen per dag is toch meer dan genoeg. Ja, wij zitten hier aan het. Is morgens, 's avonds, je bent de hele dag geweest. Je gaat weer douchen. Ja. Kijk, en dat zijn die dingen die toch... Ja, weet niet. Je moet het accepteren of je moet het niet accepteren. Ja, en als je het niet accepteert, dan wordt het al een stuk moeilijker. Maar ja, nee man. Dit is moe, man. Dit is moe. Ja, zo. Laten we de mensen groeten. Laten we de mensen gaan groeten. Dan kijk wie we allemaal... We hebben veel. Mevrouw Vrede zie ik. Natuurlijk. Vanessa. Sowieso de dames van Talkshow Our Boys. Miss Kitty kijkt van waar Kitty. En daar en overal. Marciano. Paul Ingrid. Mevrouwtje. Natalie Rijngaard. Ja. Priscilla. Priscilla. Oh, Priscilla, la. Ana Lopez. Jane Moore. M door. Ja. We hebben allemaal Nancy Knoppel. Mevrouw Vreder sowieso. Misha River. Ja, natuurlijk. Misha River. Ja. Ja, toch. Rasta Girl kijk ook, zie ik. Moreno. Iedereen gegroet. Mevrouw Lopez aanwezig. Amma Neffo is sowieso in de building. Angel Kelly. Benny. Benny is in de building. Benny. Groeten ook onze mensen in Zuid. Want Achenchi. Gretel. Miss Kitty. Mevrouw Broutness. De hele Zuid. Gogo Maramara. Ook aanwezig. En natuurlijk,
we moeten niet vergeten dat 13, hè, 13 juli, yes. Het ja, is binnenkort. In de week, als jullie geen kaarten hebben, ga je kaarten halen. Volgende week. Zo, hoor daar zo. Dat zeg ik binnenkort. Mm-hmm. Dus zorg dat je erbij bent, want we hebben een onderwerp dat is aan iedereen zijn lichaam geschreven. Niemand kan zeggen van, ik heb niks met dat onderwerp, want iedereen, al is het niet bij jou, is het in je kring of in je omgeving. Sowieso. Iedereen heeft ermee te maken, sowieso, toch? Ja. Dus wees erbij. Kom met ons die interactie, die actie, interactie voelen. En daarna hebben we dansen op de tonen van... Alles. Van alles nog wat. Ja, toch. Mooi, 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 gezellig, mooi, chillen, mooi, chillen. Mooi. Ik zie jullie. Miss Kitty, warme groetjes uit Suriname. Groetjes ja, terug, schat. Groetjes terug, lobby. Rustig. Zo. Mooi, lobby. Even kijken, de cultuurverschil. Dat zit me toch nog even. Wacht, even terugkomen. Want ik zie iemand die weet niet wat 13 juli is. Dat vraagt niet. Nou, kan niet. Dus 13 juli, maar 13 juli hebben we een talkshow, Our Voice event, hier in de Brassa studio. Je kan kaarten kan je verkrijgen. Die zijn onder in het balkje, toch? Ja. Die komt zo aan het einde, zie je een balkje en daar kan je op klikken. En dan kan je de kaart verkopen. En dan staat ook het adres. Prap. En dan wees erbij, yes. Want de talkshow is nu live. Ja. Dus we kunnen live met elkaar interactie. Alle vragen waar je mee zit, kan je vragen aan ons persoonlijk. Dus... En bij mij sowieso, ik ben daar. Gala. Ja, ik ben sowieso we zijn daar. Allemaal ja, daar. Benny is daar. Iedereen is, de hele team is daar. Ja, de rest in press. Zeker, zeker. Kom met je mooie kleding, kom met je schoenen, je dansschoenen. Want we gaan los. Ja, man. Ja, toch? Ja, man. 100. Oké, 100. Sowieso in de community staat ook informatie over deze event. Dus dat komt helemaal goed. Als je daar checkt, komt het helemaal goed. Mooi. Wat hadden we? Het cultuurverschil. Yep. Ik wou even vragen van, hoe kijk jij tegen het cultuurverschil? Deze man had er net iets aangegeven, in baden, douchen, tanden poetsen. Ik ging net even lachen, weet je. Want ik moest daaraan denken, ik denk van, like really, als dat sowieso in deze tijd nog gaande is, dan is het... Dan ben je sowieso niet op mijn level, dus dan wordt het helemaal niks. Als ik je moet gaan zeggen om je tanden te poetsen, of als jij maar met die argument al komt van ik heb het, ik bedoel maar van ik heb eergisteren al gedoucht, dus het hoeft 2 weken niet of zo, dan ben je raar bezig, vind ik dan, weet je. Mm-hmm. Maar ik, het cultuurverschil, als ik er maar kijk, ik heb er geen problemen mee. En waarom niet? Want ik zorg dat ik mijzelf lekker voel en hoe ik me voel. Ja. En ik kan buigen, maar ik zal niet breken. Dus met dat bedoel ik, zeg maar... Met je geven. Ja, dus op het moment dat ik iemand anders accepteer, en zij mij kennelijk ook, moet ze ook accepteren hoe ik ben, wie ik ben. Dus water bij de wijn. Ja, want anders gaat het opnieuw worden. En vroeger deed ik alleen maar water bij de wijn. Je dacht dat het gewoon lali werd, weet je. Maar nu heb ik ervoor gekozen, zeg maar... Ik ben nu al 7 jaar vrijgezel. Of zoiets, ja. 7 jaar vrijgezel. En het bevalt me prima, weet je. Dus, okay. En ik stel voor mezelf wat ik allemaal wil. En het is niet cultuurgebonden, het is persoonsgebonden wat ik wil, weet je. Dus ik ga het niet zoeken in wit of zwart of geel of groen. Ik ga het letterlijk zoeken in... Wat van, op je pad komt, hè? Nee, niet eens. Ja, uiteindelijk wat op mijn pad komt wel, maar past het bij mij? Weet je, ik ben bereid 50 in te leveren. Dan wil ik minimaal 50 terug. Ik wil niet 30, 20, 10. Maar communiceer je dat? Of nee, maar daarom. Omdat ik niet vrij ben om gewoon vanaf het begin een goede, om het maar even te zeggen, contract te zetten. Een basis. Ja. Dan kom ik er strak in, weet je. Het is take it or leave it. Ik ga niet meer beginnen met een achterstand, weet je. Dat het pas later naar voren komt. Ja, en daarom zeg ik, het is voor mij niet cultuurgebonden, want... je kan probleemmensen of verschillende mensen in verschillende culturen. Dus als je het daar gaat zoeken, dan kan je beter ophouden. Ja. Weet je? Voor mij, en daarom is het voor mij geen probleem om het zeg maar, zo te doen. Oké. Je had net iets over dat uitleggen. Yeah. Ik heb een stukje met diezelfde dame en ook met de ouders. Kijk, wij zijn... Ons cultuur is wat betreft heel makkelijk. Kijk, je vrienden, je kennis, je familie, vooral je familie. Soms zeg ik zal een voorbeeld geven. Ik was met mijn nichtje
En mijn nichtje, en zij was daar ook, en waren bij die ouders thuis, samen met mijn nichtje en de kinderen. En mijn nichtje die zegt van, hey John, kan je even naar je kinderen kijken? Maar zo praten wij, weet je, als familiair. Nou, die moeder was helemaal geschrokken, vader was helemaal geschrokken. Want zij dacht, ik had gezegd, ik heb maar 4 kinderen. Maar wat zijn deze kinderen dan? Zij begon haar dan weer van, hey man, John had toch 4 kinderen, maar... En niet verteld. En heeft hij nog meer kinderen? En, dus ik moest weer op het matje. Ja, ik noem het op het matje. Ik moest daar weer komen. Weer helemaal gaan uitleggen hoe ons cultuur is. Van, ja, het zijn iedereen zijn kinderen. Precies, het zijn iedereen zijn kinderen. Ja, het is gewoon een woordspraak. Je ziet ook dat wij als cultuur ook iets opener zijn naar van, ja... We breder, juist. Dat hoort ook bij, als het van jou is, hoort het ook bij mij. Ja, dus precies, wij accepteren andere mensen, kinderen sneller van, ay, na Miepching. Dus ja, en bij Nederlandse mensen is het altijd zo van, nee, die ken ik niet. Ik had het zo mooi verteld. Dat is een neefje van een neefje. Ze gaan nooit zeggen, ja, is mijn zoon. Of ze accepteert, nee, ja, is een neefje van een neefje. Ik zo mooi vertel, de tante ging trouwen. De tante heeft gezegd, normaal als we gaan trouwen, en ik nodig jou uit, dan nodig ik eigenlijk jou en je vriendin uit. Ja. Die tante heeft gezegd, nee, geen plus, ik ken jou, geen plus. Geen plus één hier. Ik ken plus niet, dus geen plus. Ja. Jij komt alleen, ik heb jou uitgenodigd. En als jij niet wil komen, ja, dan kom je niet. Zo strak was die, was die tante. Kijk, en dat zouden wij, in ons cultuur zouden wij dat niet hebben. Het is meer, niet meer dan logisch dat als ik jou uitnodig dat je met je vriendin komt. Ja, maar het is hetzelfde als je hebt, bijvoorbeeld dan heb je een relatie toch met een Nederlandse dame. Nogmaals, ik bestempel niemand, maar het is dat je vaak, het komt vaak voor, toch? 7 uur of 6 uur gaan ze eten. Ja. Ze hebben precies hun bordje gemaakt van dat. Dus als jij komt verdwaald op bezoek. Nee, dat kan niet, hè? Hoi, Yagi, er is geen eten voor jou. Nee. Ja, maar gelukkig is het nu wel. Gelukkig is het nu anders hoor. Nee, want, kijk, als je naar je schoonouders, geloof me. Als je als Surinamer, bijvoorbeeld, even, om dat zo even in die context te brengen. Zeg voor je gaat met een Surinamer bij je schoonouders eten, toch? En ze zijn Nederlands bijvoorbeeld. Miman, geloof mij, als jij random op bezoek gaat, is er geen eten voor jou. Kijk, een oude hond, ga je geen nieuwe trucjes leren. Maar die puppy, die kinderen van hun. Nu wel. Ja, maar je gaat nu bij je schoonouders op visite. Nee, maar random. Nee, maar die hoef je niet te gaan, want dat is een gegeven. Dus die generatie is sowieso. Dus die gemengde relatie met een Nederlands, wordt iets moeilijker. Want je moet denken van, wanneer ik nu met dat. Hé, we gaan nu random naar je moeder. Nee, dat kan niet. Kan niet, man, want je moet bellen van tevoren. Dat moet een bordje voor jou. Klaar, die rekening moet jij zelf ook houden als je daar aan gaat. Nee, want bij een Surinamer krijg je gewoon random. Maar dat weet je, dat is ook een gegeven. Ja, maar dat is ook een gegeven. Daarom blijf ik liever bij die. Ja, maar dan ga ik een andere geven. Dat is goed, dat kan. Wij wonen hier, buurvrouw ernaast. Mm-hmm. Soms komt buurvrouw laat die kinderen spelen bij ons. Onze kinderen spelen bij hun. Niks anders. Als wij gaan eten en hun en die blanke of die witte ouders zijn er nog niet, eten die kinderen mee. Is niet meer dan normaal. Maar mijn dochter, die was daar zo en ze hadden niet opgericht van, ja, wanneer komt je vader, wanneer komt je moeder? Ja, ga maar even zitten, dan heb je een kaakje erbij. Ze missen die context nog. We gaan zo meteen eten. Je mist die schuine bol gooien ze standaard. 6 uur gaan we eten, hè? Ja, dat kind heeft gewoon gezeten tot 7 uur daar en heeft geen bordje, een koekje heeft ze gehad, een kaakje. Ja, maar kennen dat is old generation toch? Beren maar gewoon. Dus, maar ik denk dat, ja, misschien, kijk, de nieuwe generatie, hoe je zei, de nieuwe generatie, die jonge generatie die gemixt al heeft, ja, die gaat natuurlijk weer een hele andere. Die moet wel mee, als ze bereid zijn, want anders houden ze standvast aan hun gedoe, ja. Sowieso. Maar, ze zitten tussen twee vuren. Ja, maar is wat jij ook, je staat erbij, je kijkt ernaar, je kan het eerst peilen voordat je daar gaat van gaat, toch? Maar een andere vraag. Stel dat je hebt een witte vriendin. Ja. En de ouders zijn echt westers. Jij hebt je Surinaamse achtergrond. Mm. En er zou een keuze moeten komen. Een keuze in de zin van, ja, of de kant van je schoonouders, of de kant van mijn ouders. Ik zelf was precies. Sowieso. I'm my own. Ik kom vandaar, ik kom niet vandaar. Ik kan daar gaan, daarom zeg ik, buig me niet. Ja, maar niet random. Nee, maar daarom is die try-out. Je moet die try-out gooien voordat je daar gaat settelen, toch? Sowieso, als je ziet van, dit is een standaard
witte familie zoals je dat kent. Maar je zet haar get wel out. In, get out. Je zet haar wel in een pakket, want ze moet nu een keuze maken tussen jou en haar familie. Maar, dus ze moet kiezen tussen een blokje kaas. Precies. En elke dag een barra, bijvoorbeeld. Ja. Maar zou je haar die keuze geven? Ik zou het zelf maken voor haar. Als dat onze relatie moeilijk maakt. Ja, dan wil ik daar niet zeggen. Maar stel je voor, bij ons donkere mensen, als ze iets niet geven voor die correctietik of een gecorrigeerde tik, want soms is die eerste klap is mis, toch is dan geven die gecorrigeerde tik. Maar bij een blanke, als je daar bij een wit Nederlands gezin, vriend, je hoeft niet te denken dat je een tik geeft, is direct bellen ze. Die is niet goed bij zijn hoofd, hoor. Dan heb ik het getroffen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dan weet je, ik zeg niet dat ze allemaal, nogmaals, die slechte mailtjes. Die moeder van mijn tweeling, maar, ik denk eerder dat zij die kinderen een goede tik zal geven dan dat ik ze zal geven. Ja, maar ik ben bang. Ik weet niet, die zag ik ook niet zo van. Hé, hey, maar nee, dat gaat toch niet slaan? Ja. Nee, maar dat doen wij hier niet, hoor. Ja, die hoor je niet. Heuselijk geweld kom je dan eigenlijk in. Ervinia had hier een vraag. We gaan met de vragen. Wie, Ervinia, wat is jullie mening over het volgende? Iemand die je date of relatie mee hebt met een andere achtergrond gaat niet kunnen begrijpen waar jij vandaan komt. Dus roots, cultuur, gebruiken, maar ook how it is to be black. Hoe denken jullie daarover? Dus dames die proud zijn to be black? Nee. Je achtergrond niet begrijpt. Maar dat had ik net gezegd. Ja, dan moet je uitleggen toch. En ja, als je het niet begrijpt. Dan... En dat is die keuze toch? Dan moet je nu gaan kiezen. Ja, maar er is, ze gaan je nooit kunnen begrijpen. Maar tot hoever wil je begrip ook? Is de vraag. Wil je al één dat ze... Kijk, misschien klinkt het misschien raar wat ik zeg. Maar... Moeten ze alles van je weten of kunnen begrijpen voordat je stabiel bent? Nee, want ik krijg genoeg mensen die alles van mij weten, die nog steeds niet 100% met mij zijn. Maar het wordt vervelend, want bij mij, als ik het in mijn verhaal stel, bij mij werd het op den duur vervelend doordat je alles moest gaan uitleggen. Ik moest letterlijk alles uitleggen. Alles wat ik manoeuvreerde. Van, ja, maar waarom doet John dat? Ja, dan moet ik het gaan uitleggen van, ja, wij doen dat zo, wij doen dat. Op een gegeven moment trek je dat ook niet meer. Ja, maar dat is toch een aspect van de relatie. Want, ik noem maar wat, als je, zeg maar... Een Surinaamse vrouw deed. Je hebt meerdere Surinaamse vrouwen gedate, volgens mij. Mm-hmm. Daar is het toch ook mee stuk gelopen. Op een of andere manier. Voor iets anders waarschijnlijk. Ja, maar dat was niet cultuurgebonden. Nee, maar daarom. Dat was niet op die geschillen. Ja, maar daarom is het. Geschillen. Het is maar net hoe je het accepteert. Nadrukkelijk op dat cultuur. Ja, maar daarom. Ik vind dat niet... Dat moet jou niet afschrikken. Om te zeggen van... Door dat... Gaat mijn relatie niet lang duren. Want stel je voor, je hebt alles wel goed, wat dat betreft cultuur, maar je relatie gaat toch... Maar is niet alles goed. Je kan niet zeggen, is alles goed, want dat stukje is niet goed. Ja, maar wat? Dus daarom, waarom zou je het beperken op van, je zou het geen kans geven, alleen op het cultuurgebonden, terwijl je al weet dat het, als het wel cultuurgebonden is, dat het ook stuk kan gaan. Het is geen kans. Weet je wat met mij? Een stagnatie. Ik wil gewoon Surinaams eten. Klaar. Ja, maar dat kan. Maar de mensen koken ook. Ja, maar ik wil niet dat je naar de appie gaat om te gaan kopen. En dan ga je een beetje Ajinomoto, witte peper, zwarte peper. Dan ga je koriander in mijn oog gooien. En je gaat kijken wat voor je... Nee. Maar je hebt Herman Beut. Nee, maar los van dat. Kijk, als ze echt geïnteresseerd in je is... Kill. En ze komt bij je moeder thuis. Maar dan alsnog, je gaat kijken. Nee, maar dat sowieso. Maar dat weer heb je ook met Surinaamse vrouwen die hier zijn, die zelf geen eens Surinaams kunnen koken. Nee, maar of Antilliaanse vrouwen die ook geen kunnen. Dus, daarom kook ik zelf. Ja, maar dan gaat je hele ding niet meer op. Dan kook je ook zelf. Vriend, dan gaat het niet meer op. Nee, wat je zegt, als je echt wil dat er een vrouwenhandel is, dan moet die vrouw ook helemaal 100%. Ik ben gewoon trots op die blakke oemas. Ja, dat kan. Daar kan ik mee ingaan. Daar heeft niemand wat in te brengen. Het is niet dat ik blanke mensen of die witte mensen... Totally not. Ik zie hier steeds dat als ik zeg blanke mensen, dan lees ik hier dat mensen zeggen witte mensen. Witte mensen. Maar in ieder geval, niet dat ik hun wil denigreren, maar ik hou gewoon van hem. Ja, ik heb altijd gezegd, ik was er niet echt op uit, ik heb het geproefd en ik denk van, hoe je het bent het of keer, als ik bij mijn blakke vrouw ben, dat gevoel is veel makkelijker, omdat
Ze begrijpt je begrijp, juist. Ja. Begrijpt nu moest ik moest zoveel dingen continu steeds uitleggen. Of je moet eentje die al meegaat. Ja, maar nu in tegenwoordig gaat het veel makkelijker. Ja, maar okay, dat is wel. Ze gaan veel meer mee. Ja, ze gaan wel. Met hun tijd. Iemand zegt, en toch weten jullie CISA's niet te waarderen. Ik waardeer die CISA's. Maar wie is jullie? Wie zegt jullie? Wij mannen toch? Standaard, wij mannen. Ja, wij mannen. Ik waardeer mijn CISA. Nee, kennelijk niet. Alleen de omstandigheden. Want je bent ook onderdeel van jullie. Die omstandigheden, die zijn niet naar, maar ik waardeer ze wel. Ik waardeer ze absoluut. Anders was ik nu. Maar wacht even. Ik heb een hele mooie. Ik had laatst een discussie. En toen zei iemand die zei van... waarom zijn de donkere mensen die een beetje in de showbusiness of die bekend zijn, waarom gaan die altijd met witte mensen? Bij sommige, met witte vrouwen? Bij sommige dingen is het gewoon omdat die omgeving waar ze zich in begeven... Kijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Ajax, als ik naar bepaalde spelers kijk, of als je kijkt naar die spelers die er nu zijn, het is al die circulatie waar ze zich in begeven. Ik kom niet bij die rode loper. En als jij op bepaalde feesten komt, dan krijg je mensen van jouw kaliber tegenover je. En dan, ja, 9 van de 10 keer. Ja, want dat zei hij ook tegen me. En dat vond ik wel een mooi antwoord. Het is 9 van de 10 keer status. Het is de status wat bepaalt. Want als ik nu ook zo'n status heb, zou hebben, dan zou ik dus is waar je niet komt. Dat ik met die... Want ik hou gewoon van mijn blakke oma's nogmaals. Maar ik zou wel een blakke oma in die circulatie proberen te vinden die ook... Hij zei dat is weinig. Hij zei, is veelal meer. En dat kon ik begrijpen. Het is net als je bijvoorbeeld mij in een Javaanse dorp zou zetten, waar alleen maar Javanen zijn. De kans is groot, bijna 90%, dat ik met een Javaan kom. En zo spiegelde hij. Hij zegt, John, luister, waar ik kom, komen bijna alleen maar witte mensen. Ja. Dus dan is het niet meer dan onmogelijk dat ik dan... En ja, ik kon daar wel een beetje mee inkomen. Ja, ik heb bijvoorbeeld een neef, of eigenlijk een paar neefjes van me, ze wonen in Hilversum. Maar hun hebben al, sinds ik me kan heugen, zijn hun met een blanke vrouw. Maar hun zijn gewoon ingeburgerd, gewoon als het ware bij ons. Ik weet niet beter, ik ken niet anders dan dat. Hun gewoon, dat is hun ding. Dus, en ik blame hun ook niet, want dat is echt hun ding gewoon. Maar mijn ding is gewoon, ik weet niet, ja. Oké, dan hou ik gewoon van brown sugar. Ik hou van alle sugar. Ik hou van honey, sugar, white sugar, black sugar, honey, alles. Maar stel dat je deed een heleboel donkere meisjes. En allemaal de porridge, of ze hebben het allemaal, verpesten ze de relatie ofzo. Zou het je daartoe dreden om met een witte vrouw te gaan? Nee, waarom? Je zou gewoon doorblijven. Ik heb al zoveel meegemaakt. En ik heb het al een paar keer gezegd. Als ik nu bijvoorbeeld single zou zijn, dan blijf ik single. Maar ik ga niet Nee man. Dan had ik al jaren geleden had ik al... Ik heb vrouwen dat wel horen zeggen hoor. Ja, maar dat is hetzelfde ook met mensen die vallen op een andere slag. Een geslacht. Dan heb ik het merendeels over vrouwen die op vrouwen vallen. 9 van de 10 keer hoor je nu, ze maken die stap naar die vrouw. Omdat ze vinden dat mannen ze zo vaak hebben bedrogen. Maar ja, dan had ik al jaren... Had jij nog een witte vrouw? Nee, dan had ik al jaren bouillon moeten zijn. Als ik zo moest kijken van dat ik ben zo vaak... Ja. Maar even hier, maakt niet uit, want de van hem zijn houdbaarheid... Voor mij hoofdpijn is hoofdpijn. Ja. Ja, maar jouw houdbaarheidsdatum is toch een jaar? Binnen een half jaar begint het al een beetje. Het gaat snel, het gaat heel snel. Het is net als melk. Vandaag is het goed, morgen is het verrot. Zodra je het hebt opengemaakt, begint het al. Drink het op, drink het goed. Want morgen is het niet meer goed. Hou op. Ja, nee, wat dat betreft, nee. Er was hier iets gaande, maar ik kon het even niet volgen allemaal. Oké, zijn er nog meer bouillonsoep? Ja, dat ik heb gezegd bouillon. Had ik al lang... Nee, man. Zo heb je ook, ja, je zegt een Jane M. Dore. Zo heb je ook vele donkere vrouwen die alleen bakkeras willen. Ja, dat klopt. Maar ik ben van mening, die vrouwen, toch die, sommigen dan, die doen dat voor die money. Breed me. Er zijn heel veel Surinaamse vrouwen die gaan met een witje, toch? Voor die pakkie.
Maar leg uit. Wat, het is de waarheid. Misschien voor Sid Dick. Hebben die donkere mannen geen geld? Nee, maar die blanke man geeft sneller. Oh, ja. Die blanke man geeft sneller. Hij wil het behouden. Is één keer van dat, who's you want milk? En hij zegt van, how much? Do me nobody. Ja, maar is het niet alleen kwestie van Hans en klaar? Of is het echt Hans en Grietje? Maar je moet ook denken, die vrouw geeft ook niet direct, hè? Ze geven niet direct, maar zij wel. Nee, ik heb het over van slepen. Als ze daar zullen gaan, is het niet voor haar. Voor een Hans versies. Gewoon niet echt voor de liefde, maar gewoon meer voor een Hans. Ja, maar je moet die toneelstukje wel goed opbouwen. Want ja. Of die teleurstelling. Nee, ik ben teleurgesteld, dus dan. Maar, ja, weet je wat mij ook verbaast? Als wij praten over gemengde relaties, mensen denken meteen dat het moet zwart-wit zijn. Nee. Je kan mengen is sowieso al als je bijvoorbeeld bij mij, ik heb ook een Arubaans, Antilliaans kind. We zijn wel uit de Cariben, maar het is ook weer gemengd op een of andere manier, weet je wel? Mm-hmm. Ja, maar dus, ik denk dat gemengd, ja, misschien in de richting meer van het cultuurgebonden. Ik denk, een Arubaan zal jou beter aanvoelen, denk ik, dan een vrouw uit het Westen. Een Pool of zo. Ja, is maar net wat ze wil voelen. Welke gedeelte ze wil aanvoelen, je weet toch? Aanvoelen? Of het hier is, daar is, waar het is. Ja, maar het voelt toch steeds hetzelfde. Nee. En hier dan? Ja, hier is next, hier is andere level dan hier. Sowieso. En dan hier ook. Want maar deze level verandert per keer. Maar met wat denk je eerst? Hangt er vanaf wat voor me staat. Kijk, maar je zegt, je bent niet kieskeurig. Je bent niet kieskeurig. Ja, maar dat hangt er vanaf wat voor me staat. Dat bepaalt wat eerst gaat nadenken. Als je denkt van, wanneer je op Amsterdam station staat en je kijkt naar die Romeria's. Dan denkt hij van, iedereen denkt van, red flag. Dan zijn ze het gewoon met z'n drieën eens. Wat dat betreft. Ja, dat is wel mooi. Voor Jukra, letterlijk vertaald, heerser. Iemand vraagt aan mij. Wie had dat gezegd? Rommel vraagt aan mij. Avery, zal je nooit settelen met mevrouw Wright? Mevrouw Wright. Wat is mevrouw Wright? Kijk, als het goed aanvoelt, voelt het goed aan. Maar de grap daarmee is, elke relatie voelt goed aan in het begin. Het is daarna hoe het aanvoelt, weet je. Maar of ik zou settelen, ik denk ooit wel. Misschien als ik 50 plus ben of zo. dan ben ik klaar misschien. En dan is het niet eens van settelen. Ik ga wel settelen, maar dan ben ik... Het gezeik, ik noem het altijd zo, het is niet per se gezeik in de negatieve zin, maar alles wat bij een relatie komt kijken, dan heb ik denk ik de tijd, nu heb ik meer tijd voor mezelf en mijn kinderen, weet je wel, die tijd heb ik al weinig zeg maar, dus die tijd besteed ik heb geen tijd om nu in een relatie te gaan zitten, want dan moet ik die 50 geven en ik heb geen 50 om te geven, die hou ik niet over. Want als ik jou 50 ga geven, moet ik 50% van mezelf tussen mij en mijn kinderen delen. Dus dan bezit jij meer van mezelf. Ik heb die tijd niet. Dus daarom de relatie voor mij nu is goed zo. Dat is bewust. Weet je? Ja, dat is bewust. En dan later zijn mijn kinderen wat groter. Hebben ze eisen ze wat minder tijd. En kunnen ze op een andere manier communiceren dan de loffy-doffy vader dinges. Dan kunnen we gaan praten. En het is voorlopig nog niet. Want als ik denk van mijn jongste is nu 1. Wanneer ze 20 is, ben ik ongeveer boven de 50. En dan, dus je gaat nog 20 jaar wachten. Ik zeg nooit, maar ik zoek het niet en ik ga het ook niet mooier maken dan dat het is. Als dat het is, is dat. Weet je, is goed zo. Ik ben gelukkig zo, man. Die hoofdpijn hoef ik even niet. Of die struggle, of die stress. Ja, hoofdpijn. Ja, het is hoofdpijn. Als je moet veel denken, investeren. Hé, verjaardagen aan... Eerste date, wanneer was je laatste keer, wanneer wordt het ongesteld? Je moet het gewoon voor jezelf makkelijk indelen. Wat is makkelijk? Vergeet iets, ga je zien, dan krijg je hoofdpijn. Vergeet ook wel eens wat. Ja, sowieso, maar als jij dat vergeet, is het 10 keer erger, je weet zelf. Ja, maar, is hoofdpijn. Daarom zijn we mensen, je kan niet alles... Hij zoekt het te ver. Ja, ik zoek het is zo. Je maakt het zwaarder dan het is. Nou, het is zo. Zit je in een relatie? Of ik in een relatie? Ja, ik zit zo'n beetje in een relatie. Heeft u wat te klagen? Ja, altijd. Er is altijd wat te klagen. Hoofdpijn. Zit je in een relatie? Er zit altijd wat te klagen. Ja, maar klaag niet. Je klaagt niet, maar heb je wat te klagen? Je wil eerlijk.
En je wil niet klagen, toch? Ik wil niet klagen. Kijk, omdat je wilt zuiveren. Ik wil niet klagen. En ik wil die struggle niet. Ik wil die stress niet. Dus dan hoef ik niet eens te klagen. Dan hoef ik niet te denken aan klagen. Want als ik te veel moet denken, krijg ik hoofdpijn. En dan is de relatie niet. Nee, maar dan moet je soms gewoon mediteren. Gewoon woe, Man. Ik moet te vaak mediteren. Dan zweef ik meer dan dat ik hier op de aarde bevind. Ja, nee, maar dat is wel zo. Je moet tot 10. Sowieso tot 10 kunnen tellen. Want als je niet tot 10 telt, dan ga je een woordje opgeslokt. Nee, ik op school. Ik gewoon. Je trekt je terug in het kamertje. En, nee, gewoon voor de tv. Maar dan wanneer je klaar bent met dan gaat die wauw nog steeds door. Nee, want ik ben in slaap vallen. Dat is moest demanding. Dus waar ik zogenaamd zo zit. Ben ik ineens weg, dan hoor je niks meer. Dan zie ik, word ik wakker en is tv uit. Dan is morgen spoekerij. Maar gewoon weer een xie-koekoe, snelle hele. Ja. En dan praten we die avonden praten erover. Dus en dan is het. Weet je, kijk, misschien werd dat voor jou. Ja, kijk, ik ben sowieso niet lang boos. Dat is het probleem niet voor mij. Hè. Maar waarom zou ik boos moeten worden als ik ook blij kan zijn? Ik kan gewoon. Zo wel. Zo makkelijk zie ik dat, ja. Weet je, en zoals ik het net heb uitgelegd, ik heb de tijd ook niet. En dat is dan niet eerlijk tegenover diegene. Nee, dat vind ik wel een goede standpunt. En dit is ook een moment dat ze, die aandacht gaat eisen. En dan ga je dat niet kunnen geven. En dan gaat ze klagen. En dan klagen. En dan krijg ik hoofdpijn. Ja, beginnen gaan ze zeggen, maakt niet uit. Ja, en daarna maakt het heel veel uit. Dan ben je altijd hier. Of je bent zus. Of je bent... Maar wat denk je, dat die schatjes niet klagen dan? Ze kunnen, maar dat is niet mijn hoofdpijn. Je bent gewoon stevig voor op het moment dat jij niet kan en zij wil. Dan hoe ga je dat invullen? Niet, maar omdat hij niet aan verplichting verbonden is. En als je dan hoort van dat zij dan ineens die handrem brengt. Dan is het handrem. En dat is dan mijn geluk. Juist dat je weet van, deze wil ik maar. Ja, maar er zijn meer vissen in de oceaan. Ja, maar juist die waar je aan wil. Dan was dat het niet. Want als jij kijkt, sowieso als ik... Ik zeg sowieso, als jij tussen mij en mijn kinderen gaat zitten, nee, dan ben je raar. Ze wil gewoon jou nu een keertje random gewoon doen. En dat kan niet. Dat kan het niet. Als zij dat niet kan accepteren, denken ze dat ik een robot ben. En dan maar gaat wanneer het jij wil en zij kan een keer niet. Random. Dan kan het niet, Anoushka, meteen. Maar mijn mannen zijn niet zo. Wat ik? Dan ken je mij niet. Dan ken je mij niet. Hey, geloof mij, ik heb liever gewoon rustig een avondje aan Anoushka, bam, lust, slapen. Anwar Dibi gewoon. Ja, slapen. Kijk, nu moet je gaan entertainen. Precies. Praten, gezellig houden. Misschien ben je moe. Je wil gewoon even... Kijk, sommige vrouwen vinden dat niet erg. Nee, maar dat kan je niet te vaak maken. Dus daar heb je die verplichting. En nu, ik heb geen verplichting. Als het niet kan, kan het niet. Klaar. Als jij wilt, dus dat je hebt verplichting. Ja. Kijk, maar in een relatie heb je dat wel. In een relatie kan je niet zeggen van... Ik word meteen een hoofdpijn. Ik word een joe. Ze gaat je zeggen, ik ben vreemd gegaan. Dat is mijn verplichting. Maar als ze zegt, ik wil random nu. Wat? En jij wil niet. Ja, en jij wil niet. Oeh, mevrouw. Ja. Hoe dan niet? Ik woon thuis. Ja, maar... Ik kan het pakken wanneer je wilt. Al slaap ik, pak in het. Ja, nee, maar ja. Kan. Als mijn vrouw een kind een dag geen zin heeft. Je ligt op je rug, toch? Is verkrachting, man. Je ligt op je zij, toch? Nee, man. Huiselijk geweld, joh. Nee, man. Want een vrouw is altijd zo, toch? Het is precies zo. Nee. Ja, maar dat wil nog niet zeggen. Ik moet morgen vroeg. Nee, maar ze heeft geen jaar gezegd. Nee, is nee. Nee. Ik moet morgen vroeg. Dan drukt ze het voor je eisen. Op het moment dat ze voelt dat het is binnen. Maar dan wil ze. Maar dat leg ik uit. Een vrouw komt altijd met kotties schijn. Maar wanneer jij een kind niet wil, boy, dat. En je wil echt niet, dat is het direct probleem. Maar die van hun... Maar dus jij zorgt dat je altijd wil? Nee, dat zeg ik. Al lig ik panja. Dan moet je het gewoon Dan lig je niet goed panja. Jij panja, hij panja. Familie voor... Nee. Ja, maar dat is niet afzonderlijk. Dat is niet afzonderlijk, toch? Hier is afzonderlijk van. Ja, maar niet dus voor iedereen, hè? Wanneer een goede knop omgaat, iedereen is offline, hè? Wanneer je weet van dat. Je blijft in die slijmen zogenaamd. Terwijl. Ik ga niet voor je liegen, wat dat betreft, ik kan het niet spelen, hè? Maar ik kan nooit ook niet spelen. Ik word altijd betrapt. Moe is moe. Sowieso word ik betrapt. Maar we hebben mannen, want zodra je komt, dan gaat het sowieso van. Dus je wordt altijd betrapt dat je wakker bent. Het kan niet dat je op het moment dat. Dan merk dat je het niet merkt. Ik ga niet voor je zeggen dat je een natte droom hebt. Maar je hebt de kracht niet. Ik heb je geslapen.
twee mensen dacht ik was wakker, hè? Hij is dan zo, dan welke kracht heb je niet meer? Ja, maar die kan op de moment, hij kan wel zo zijn. Als je de kracht niet hebt om te doen. Hoe bedoel je? Want daarom, ik val mijn voeten altijd toch? No, ey. No, ik heb keren gehad dat ik gewoon echt offline. Je blijft slapen was. Dat is een verplichting hoor, ongerollen. Hij zit echt in zo'n verplichting. Jij zit echt in je verplichting. Maar je geeft me toch wel gelijk. Want als jij niet wil en het kan niet. En hij wordt niet wakker, al die dingen, is het probleem. Maar, zo vrouw, maar die vrouw, op het moment dat jij wil, of zij wil niet. Nee, toch? Ik doe niet. Die nee van hun is 9 van de 10 keer gewoon ja. Ja, 9 van de 10 keer, maar je staat die ene keer maar de ene keer. Je gaat gelijk op het bureau. Nee, man. Ja, man. No. Jawel. No. Yes, ja. Enige wanneer ze kan zeggen tegen mij dat ze die wil, is tijdens die man lukt ze dan alleen. Nee. Maar wat zeg jij? Was het wie? Nee, tijdens niet. Als je me zegt nee, ja, niks nog fout. Ja, dan ja. No, je bent schijns bezig. No, als die periode, ja, dan wacht ik. Die periode, dan moet ik wachten. Dan moet ik, maar dat anders. Ik moet niet wachten. Je moet niet, maar ik. Ja, dat is mij niet. Nee. Ja, wacht. Anus. Peek en kloppenburen. Peek en welke vragen precies? Want ja, meerdere meningen, meerdere inzichten. Dus wat is de vraagstelling? Heb ik die gemist? Ja, wat ze zeggen hier zo. Zij denken. Denk niet dat zij de juiste mannen zijn om deze vraag te beantwoorden. Wat is de vraag? Welke vraag? Cultuur. Oh, van Erwinia zeker. Ja. Kings, hoe zit het met qua opvoeding van je kids in een mix relatie? Maar dat zei ik toch net. Als je bij een Nederlandse zin, dan kan je meestal niet die geven. Is maar net hoe jij erin staat. Kijk, en daarom zitten drie verschillende mannen hier. Want ik breng mijn cultuur sowieso ook mee. En het is maar net wie je tegenover je hebt. Ik heb verschillende mensen tegenover mij. Qua moeders van mijn kinderen, zeg maar. En ze laten me gelukkig allemaal mezelf ook wezen. Sterker nog, als ik bijvoorbeeld, hoe zeg je dat? Ze motiveren me juist om, zeg maar, ik noem wat papiermint, vaker papiermint om met ze te praten. Ja, zodat dat vind ze beide dingen. Dat vind ik wel belangrijk. En dat doe ik sowieso wel, maar weet je, dus hun laten me daarin vrij en ze geven me juist van, en voor mijn gevoel doe ik dat ook aardig. Ik zou niet weten, ik ben niet, gelukkig heb ik geen kinderen in mix situaties. Dus ja, want ik denk niet dat ik anders zou zijn dan dat ik nu ben. Ja, maar dat doe ik niet. Ongeacht of het een witte vrouw is of zo. Ja, maar als ik stel dat ik een corrigerende tik heb, ja, geen enkele witte moeder gaat me zeggen, ja, ik moet nee, maar ik heb het niet over die moeders, ik heb het meestal over die. Moeders van moeders. Ja, die bedoel ik. Die zijn meestal van. Hey, ja, die kunnen wel. Die kunnen wel bemoeien. Tot op zekere hoogte. Want uiteindelijk waren er twee die kinderen hebben gemaakt. En die twee hebben eindresultaat. Ja, als ik mijn zoon of mijn zoon een tik wil geven, dan moet ik dat gewoon kunnen doen. Ja, maar daarom zeg ik, dat zijn er twee die dat hebben gemaakt. Met een blanke of weet ik veel wat. Als ik mijn zoon of dochter in de toekomst, weet ik, of ik nog een kind krijg, als ik mijn zoon of dochter of mijn zoon een tik wil geven, geen enkele blanke, zelfs als je in de supermarkt bent, en je geeft je kind een tik, staan die mensen altijd kijken van, hallo, doe je dat gewoon? Ja, dat doen wij gewoon. Ja, maar daarom moet jij zelf sterk staan, wetende dat jij, zeg maar, dat het niet jouw cultuur is, moet je wel zorgen dat jouw gedeelte, jouw aandeel erin gewoon duidelijk is, en dat je dat gewoon inderdaad. Ze vinden het raar dat wij, zeg maar, onze kinderen een tik geven, maar ze zetten hun kind gewoon aan een touwtje zo met aan zo'n hond gewoon van op straat lopen. Dat vind ik pas. Maar hoe zou jij dat oplossen? Stel dat jij wil een corrigerende tik. Ja. Je hebt ouders van een witte vrouw en die zegt van hey schuine, maar je kan het kind toch niet slaan. Je hebt toch gezien dat ik het deed. Oh, je gaat er gewoon volop tegen. Tuurlijk, dat is mijn opvoeding. Ik bepaal dat. Dat bepaal jij niet meer. Je moest je kind, dat kan je daar, je kind. Dat en je vrouw, maar als je vrouw er ook tegenop is. Maar hoe? Je kan niet zeggen dat ik me. Dus dan moet mijn kind alles breken wat in huis is. Nou, maar sommige dingen moet ik je echt laten zien van. Hey, ja, maar je mag niet. Time-out toch? Of in een boekje staan? Nou, soms moet het gewoon even van. Time-out is misschien 1, 2 jaar. En ja, communiceren, praten. Kijk, en ik heb ook soms gezien. Echte fonfon, riti go. Nou, deze hoef je kind ook niet meer te geven, want die kinderen van tegenwoordig zijn. Tire black no hell. Ze voelen gewoon niets meer. Ze voelen niets daarom meer. Daarom moet je beginnen met een sterke communicatie, waardoor dat overbodig is om te beginnen. En ik zeg niet dat je het niet moet doen of niet bij de hand moet hebben. Maar ik heb
bij mijn kinderen, soms, hè, als ik zeg maar loop met mijn kinderen, hè, weet je hoe mensen kijken? Besef, ik heb tussen 1 jaar en 8 jaar. Ja. Drill, gewoon netjes, want thuis hebben we die discipline al, we zijn op die level al thuis. Dus op straat doen ze niet, mijn ogen praten genoeg. Als ik mijn stem moet verheffen, dan zijn we al bij stap 2. Dus je zit al bijna bij stap 3. Maar we zijn nog nooit bij stap 3 gelukkig gekomen en we hoeven ook niet. En stap 3 is een shock, gewoon 2 vingers, dat je weet van, even resetten. En al die vrouwen gaan mee met die. Ja, want kijk, ze zien al dat het bij mij veel beter werkt nu al, ook van... Dat het bij mij is van, als ik zeg A, is A, weet je, en dan, ze zien het werk, dus waarom zouden ze daarin gaan storen, weet je? Dan ben je raar bezig, als je wil storen, als je ziet van, het gaat goed, niks is aan de hand, en ze luisteren. Dan zoek je zelf problemen, en dan laat ik je dan sowieso dan met je problemen, wanneer ze op je hoofd willen gaan staan, weet je? Zo zie ik dat. Heren, mag ik jullie vragen stellen? Ja. Maar vinden jullie niet, als we kijken naar onze cultuur, hè, van vroeger, ook met de opvoeding... Ja. Dat we zeg maar een combinatie hebben gemaakt van de Nederlandse, laat me het zo, Nederlandse opvoeding en de Surinaamse opvoeding, dat die zeg maar en de Nederlandse opvoeding bij elkaar, ja. Want onze opvoeding was ook niet helemaal wat het moest zijn, nee, met al die pakslagen, et cetera. Dus we zijn het ook niet helemaal eens met de Nederlandse opvoeding, maar door middel van die mix hebben wij nu als nieuwe ouders. Mm-hmm. Hebben we zeg maar een nieuwe opvoeding gecreëerd. Ja, maar dat heb ik. Ik heb het in de vorige vraag heb dat ook gezegd. Op het moment dat ik, toen ik dacht van ik wil kinderen, ben ik wel gaan zitten. Mm. Ik ben gaan zitten en ik zeg van, John, wat wil ik meenemen wat mijn ouders hebben gegeven? Yeah. Wat wil ik niet meenemen? Wat wil ik anders doen? Mm-hmm. Want natuurlijk, bij een heleboel dingen was ik niet mee eens. Ik zei het misschien niet, maar ik was er niet mee eens. Klopt. Dus ik ben gaan kijken van, hoe wil ik dan toch mijn kind daar krijgen... Waar toch die normen, waarden en respect. Mm. En ja, en dan moet je een mix gaan vormen. Want dan sla je niet met een asbak of met een pony. En daar ben ik nu. Maar ik begin, ik doe het stapsgewijs. Ik doe ook niet van time-out. Want die time-out vind ik persoonlijk ook nergens op slaan. Maar die Kamehameha-actie van de andere kant ook niet, weet je. Ik ben daartussen gaan staan en ik doe gewoon van, kijk. Eerste is gewoon, ik leg je wat uit. Ja. Dan de tweede keer, eerste keer dat ik je moet corrigeren is, ik kijk naar je. 9 van de 10 keer zijn we al klaar. Hè? Ik ben zo ver dat mijn kinderen elkaar corrigeren als ik kijk. Bijvoorbeeld, ik kijk naar die ene, want ik heb haar wat gezegd om te doen, ze doet het niet. Ik kijk naar die ene, als die andere mijn ogen ziet, tikt ze aan van, hey, luister, papa heeft je dat al gezegd. Zo ver ben ik al. Hè? Als dat niet helpt, zeg ik, heb ik je niet, of wat had ik net gezegd? Dan is het van, poep, tot daar ben ik nu gebleven. En de oudste kinderen van mij zijn 8. Kijk, ik zeg niet wanneer ze tiener worden dat gaat helpen of zo, maar als wij nu zo doorgaan, op deze level, dat we ook met elkaar communiceren en het wordt gewoon gedaan, dan zijn we er al in principe. Zonder dat we helemaal gek hoeven te gaan doen. Je wordt gevraagd of je erbij wil komen zitten. Even te snel. Ja, dat gaat goed af. Nee, maar dat is precies. Mijn zoon die zei ook tegen mij altijd van, ik weet precies wanneer mijn vader die level heeft. Ja. Als hij binnenkomt en zegt, hé, hey, vriend. We moeten straks even praten. En ik kijk hem aan. Dan hoeft hij niet te spannen. Op het moment dat ik niet naar hem kijk en zeg, hey vriend, we moeten praten. Dan weet hij van, hey, nu zijn we die drempel al voorbij. Ja. Dus dan moet je rustig doen. En ja, ik heb mijn kinderen weten van, zodra mijn octaaf omhoog gaat, dat betekent dat. En daar ben ik ook, weet je. Ik kreeg meer fond van mijn moeder. Maar dat is vaak. Want mijn vader, mijn echt vader, die was er zeg maar niet. Die was er maar dat ik... Ik denk 6. En toen kwam mijn stiefvader, zeg maar. Maar hij sloeg me niet. Dus daar kreeg ik die fonfon van mijn moeder. Van je moeder. En dan, juist omdat ik de oudste was, dat was het, die fonfon was extra. Dus het was met dingen die ze kon pakken, gooien. Zo kreeg ik die fonfon. Anders, ik was al oud genoeg om nou zo naar DD. Oké. Even kijken hoe dit erbij staat. We hebben een presentator die even bijschuift, zoals jullie al weten, Benny Paroucias. Hij is de laatste momenten even erbij gekomen. En hij gaat misschien even een interruptie. Hoe ziet hij dat cultuurverschil? Goedenavond, dames en heren. Ik was even druk met de techniek. Tuurlijk is er cultuurverschil. Kijk, sommige dingen hebben wij gewoon van nature aangeleerd. Weet je, dat draait gewoon. En het is natuurlijk een beetje geven en nemen. Kijk, ik zeg
eerlijk, een relatie hoeft niet alleen gebaseerd te zijn op cultuur. Oh. Het gaat er ook gewoon om wie je leuk vindt. Ja. Ik denk van beide culturen kan je wat leren. Kijk, alle dingen die onze voorouders en ouders hebben gedaan, ja, doordat ik me heb ontwikkeld hier, heb ik gewoon gezien dat sommige dingen niet kloppen. En dat is weer iets wat ik van de andere kant heb geleerd. Weet je, ik heb geleerd, hier zeg maar heb ik geleerd bijvoorbeeld, dat het niet goed is je kinderen te slaan. Zie je, nu maken we er een corrigerende tik van. Ja. Voorheen werd je gewoon afgestraft. Ja. Kom op, breken, spreek je gewoon. Dus dat is het gedeelte, door me te ontwikkelen hier, heb ik gewoon bepaalde dingen gezien. Tuurlijk ben ik het niet met alles eens, omdat niet alles bij mij past. Maar ik heb wel dingen geleerd. En ja, die dingen zijn, kijk, wij hebben dingen die cultuurgebonden zijn, maar ik denk de nieuwe lichting, die neemt een stukje van alles wat. Kijk, we kunnen zeggen, we houden van ons Surinaams eten, mm-hmm. maar we houden ook van een loetje. Ja, klopt. We houden ook van een restaurant vandaag. Ja. We houden ook, ja, je eet die dingen ook. En het is alleen maar omdat je verdiept in bepaalde. Is leuk dat je dat zegt, Ben, maar dat zijn geen dingen die mij verbinden aan een relatie met een witte vrouw. Ik bedoel, dat zijn gewoon open dingen die je accepteert. Nee, maar als het specifiek gaat over, ga je met een witte vrouw, ja of nee, doe je dat bewust of doe je dat niet bewust? Ga je in die cultuur verschil, ja of nee, of blijf je bij die zwarte vrouw om die reden? Dat is eigenlijk de hele... Ik persoonlijk denk dat je jezelf niet moet beperken. Is dat beperken? Ja, ik vind het een beetje beperkt. Als je al van tevoren zo denkt, terwijl je niks weet van de rest. Niks weet van de rest. Ja, dan je kan je ervaring niet baseren op één relatie die je hebt gehad waarbij de ouders mee bemoeien. Ja, sommige ouders zijn heel anders. Nee, maar om het te corrigeren, ik was nooit connected met. Ik had wel blanke of witte vrouwen als vriendinnen, maar ik voelde nooit een connectie. Kijk, dat daarom. Kan. Kijk, als jij voor jezelf nooit een connectie voelt, ja. Ik bedoel, er zijn ook witte vrouwen die geen connectie voelen met een donkere man. Ja. Maar ja, ik zeg bij mezelf, op zich maakt het niet uit, het gaat om de persoon. En tuurlijk zijn er dingen waarbij je kan tekenen in je plaats. En er zullen dingen zijn waarbij zij kan tekenen in je plaats. Ik bedoel, aan de ene kant, als wij bijvoorbeeld een soort cultuur of een... Ja, een wintipreme bij wijze van spreken. Hm. Ja, ik bedoel, zou je niet zo snel die witte schoonouders daarmee naartoe nemen? Ja. Of ze moeten zich verdiept hebben. Maar liever hou je dat gedeelte gewoon bij jezelf. Ja. Maar laten we kijken, dat kan gewoon. Ja. Maar misschien als we 20 jaar verder zijn, is het gewoon. Ja, maar ja. Kijk, maar naar Kwaku hebben we het over. Nu, Kwaku, even serieus. Kwaku is gewoon een gemilieerd gezelschap gewoon. Ja, maar het is iets persoonlijks. Ik denk van, wat voel je bij personen? Is dat als iemand zei van, ja, net als wat ik net zei, van ja, ik kom alleen in plaatsen waar alleen maar witte vertegenwoordigen. Dus dan is het niet meer dan logisch dat ik dan met een witte een relatie heb. Nee, maar dat gedeelte begrijp je. Kijk, als we kijken naar wanneer voetballer van het jaar gepresenteerd wordt. Kijk, er zullen niet veel... Surinaamse vrouwen die daar niks te zoeken hebben zitten. Maar er zullen wel veel Nederlandse vrouwen zijn die de mogelijkheden om daar aanwezig te zijn. Dus ja, als je daarmee omringd wordt, ja, dan zullen ze sneller zo'n vrouw. Ik bedoel, ja, die meiden komen daar, een beste pak, ze trainen in de sportschool. Precies. Ze hebben ook alles wat Surinaamse mannen tegenwoordig opvallen. Ja. Ja. Dus ja, als je daarmee omringd bent en zo'n jongen die voetbalt misschien zijn hele leven en die heeft nooit echt een vriendin gehad. En het eerste wat hij daar tegenkomt is op de gala. Dus ja, die kan je niet kwalijk nemen. Ja. Maar dat zal in de loop der tijd ook wel veranderen. Ik denk, weet je, het is... Nou, maar er zijn ook een paar, ik zag misschien een paar maanden geleden, ik denk een half jaar geleden was er een jongen op tv. Die zei gewoon van, nou, hij wil niks en dan ook niks van Surinaamse vrouwen weten. Helemaal niks. Ja, maar dat heb je om en om. Ja, ja, dus dat is ieder voor zich en God voor hem ander. Ja. Ja, en ik voor iedereen. En jij voor iedereen. Dus ja, dat is het. Ik denk, oh ja, op zich maakt het niet uit. Waar je persoonlijke voorkeur naartoe gaat. Kijk, zolang je er maar voor open blijft staan. Ja. Oh ja, nee, maar, nee, precies. En zolang je gelukkig bent, je zegt. Nee, ik veroordeel niemand of zo. Ik veroordeel gewoon geen witte vrouw of zo. Ik ken genoeg witte vrouwen en ik doe veel met witte vrouwen. Dus dat is het niet. Maar als ik naar mezelf kijk, om
waar ik me in voel, ja, dat moet ik eerlijk zeggen, ja, dan voel ik me bij mijn blakke vrouw. Nee, maar hoe je het went of keert. Alle respect. Ja. Dat is gewoon een gevoel. Dat is gewoon een vies. Dat is gewoon een vies. Weet je. Zijn er nog vragen? Nou, dat was een kleine mooie interruptie van onze presentator Benny Paruusjes. Zijn er nog vragen? Hebben jullie mij zwanger Chris nog gezien? Apoku? Nee. Iemand heeft Apoku gedanst. Zeker een zeker ja, hebben jullie Chris nog Apoku gedanst? Kijk, ik moet wel zeggen, wat ik zeg maar, kijk. Ik zie mezelf als multicultureel, hè? Mm-hmm. Dus ik heb multicultureel. Kijk, wat ik wel geleerd heb, en sowieso wat ik wel geleerd heb, kijk, vroeger had je natuurlijk, en Surinaamse vrouwen hebben dat ook geleerd, hè? Vroeger als Surinaamse vrouw een relatie had, en er waren kinderen in het spel, dan was het wegwezen. Hé, hey, je hoeft niet voor die kinderen te zorgen, ik zorg zelf voor die kinderen, et cetera. Ja toch? Oké. Okay. Nou, zo gingen die mannen te werk. Oké. Okay. Ja. Nu ging die man bijvoorbeeld, kijk, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn tweede relatie waarmee ik een dochter heb. Zij is halfbloed, weet je. En toen ik met haar ging, was ze meer zeg maar naar de Surinaamse kant. Mm-hmm. Ja, dus ook, zelfs Surinaams schelden niet zoveel. Ja, je bent een kaulo, dit, dat, weet je. Ook met Surinaams accent praten, et cetera. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, in dat optiek, Surinaamse vrouw. Ja. Tot op een gegeven moment we uit elkaar gingen. En waar wij gewend waren van, hé, hey, luister, ga maar weg. En je komt wanneer je wil. Ja, ja, ja. Toen kwam die witte kant. En die witte kant kent alle, en als zij het zelf niet kent, kent de familieleden, ja, die kent alle het rechten. Wetboek. Ja, alle rechten. Ja, en dan zie je ineens, en dan zie je ineens, dat je, als je op zaterdag niet precies om 12 uur er bent, ja, is het verkeerd? Dat is geen probleem. Ja, absoluut. En dat gedeelte tegenwoordig, en ook al respect, want ik vind persoonlijk nu ook, ik ben ook die leeftijd dat ik ook vind dat je gewoon alimentatie moet betalen. En dat hebben Surinaamse vrouwen vandaag de dag ook geleerd. Ook geleerd, ja. Dus daar ben ik met je eens. Als je daar was gebleven, had je deze piste niet geleerd. Had je niet geleerd, dan was het gewoon nog diezelfde stilo. Hij moest snoepen even. Dus ja, ik denk, we leren van beide culturen en wij leren gewoon. Wij man zijn en leren dat we al onze verantwoordelijkheden moeten voldoen. Ja. En die vrouwen, ja, die hebben geleerd, als wij het niet aan moeten doen, dan gaan ze het halen. Zorgen ze dat wij het halen. Hier is een vraag. De oude Antillianen en Surinaamse mixen ook niet graag. Hoe zou dat komen, heren? Ja, ik weet het niet. Het is fel bloed, hè? Ja, maar het is gewoon, nog restjes. Nog restjes. Kijk, is restjes. Wat is de bijnaam die Antillianen voor Surinamers? Kijk, want wij hebben wel een bijnaam voor Adriano. Karus. Karus, ja. Nee, we hebben geen bijnaam. Karus. Omdat ze zeggen dat Adriano van mij zouden. Ja. Dat zou kunnen. Genoeg plantages daar. Ik denk wel meer van vis dan van mais. Ja, maar goed. Nee, maar ik denk persoonlijk dat het gewoon een beetje restjes, oude restjes is. Ja, oude restjes sowieso van. Ja, kijk, je moet aan elkaar wennen weer, want er is niet niks gebeurd, je weet toch? Ja, dus je kan het ook niet ontkennen, maar Maar ik zeg eerlijk, kijk, laten we heel eerlijk zijn, wij hebben ook veel van Antillianen geleerd. Kijk, als je kijkt naar het verleden, hadden zeg maar Surinaamse mannen vanuit het verleden, wij noemen dat trefus, mannen wilden geen, mannen wilden niet beffen als ik het zo mag zeggen. Nee, wilden niet beffen, nee, dit en dat, vrouw dat niet, en... Toen op een gegeven moment begon de Surinaamse man zijn vrouw te verliezen aan de Antilliaanse man. Sorry. Antilliaanse man begon gewoon te zeggen, hey, schatje, als ik thuis ga, alles met je kind. Je man leek niet, kom bij mij. Ik heb een pure saus voor je. Je man leek niet, kom bij mij. Dus wat hebben wij toen gedaan? Moest je ook. Ik zelf ben toen een weekje naar Curaçao geweest. Je bent gaan leren. Ik moest ook. Hij was de hele jihad strijden. Het verhaal van me was ook een Curaçao meisje die zei, van, hey, Brenda, er gaat niks gebeuren als je... Ik moest duiken. Hij zei van, er gaat niks gebeuren als je niet duikt. Zonder zwemmen. Wij duiken. En je verdreed het. Ik word gebracht van mij. Ben je Antillia? We hebben een vraag van onze collega. En noem jezelf altijd Juni. Ben Juni. Oké, ik gooi het erin.
Hoe zit het op seksueel gebied? Is er verschil qua cultuur, roots? Hell yeah. Ja, man. Hell yeah. Sowieso. En waarom zeg ik hell yeah? Kijk, soms heb je een hele lijst waar je aan moet voldoen. Mm-hmm. Of waar je aan moet houden. Of wat je absoluut niet mag. Ja, ja, ja. En soms heb je gewoon een zinnetje van... We doen alles. Ga je gang. Ja, of, maar weet ik, en het is niet per se cultuurverbonden, maar je ziet het wel vaker hier dan bij daar. Om het maar even... Maar ik moet zeggen, ik vond het mooi hoe Benny dat zei van, we leren van elkaar, die leert van dat, je komt in het Westen. Want als je het bekijkt, net als van vroeger, bro, dingen als beffen en de soort van dat, nu waren dat totaal niet in dat gebied bij ons. Maar je komt nu in een andere generatie, waar het wel makkelijker ter sprake is, waar er wel over gesproken. Dus ja, je gaat mee. En dat vind ik goed, want nu hoef je niet te beperken als je bijvoorbeeld freaky wil doen. Freaky. Precies. Bepaalde iemand. Ja, ja. Nu mixen we lekker goed qua gedachtegang. En zijn we niet zo kortzinnig of... Maar ik denk dat de donkere man het best wel goed doet bij de witte vrouw. En dat heeft te maken met de mythe. Ja, dat sowieso. Ja, de mythe is nog steeds dat de donkere man zo heeft. Ze komen er nou langzaam achter dat het niet waar is, maar ze willen toch niet allemaal. Niet allemaal. Niet allemaal. Maar ja, die mythe was ontdekken, hè? Die mythe ontdekken. Proberen ontdekken is Napoleon dingen. Ik denk wel dat we als donkere man zijnde wel iets dominants hebben als man zijnde. Ja. We zijn, in dat opzicht zijn we wel... Ach, die mandingo. Weet je. Ik merk zelf, als ik kijk gewoon... En het geldt natuurlijk niet voor alle witte mannen. Maar ik merk wel dat wij donkere mannen toch iets dominants over ons hebben. Punt 1. Het maakt niet uit welke cultuur het is, maar wij laten ons bijvoorbeeld niet op straat of dergelijke, laten we ons schreeuwen. Nee. En ik zeg je eerlijk, ik kom vaak bij klanten thuis en ook op de zaak. Ja. En dan zie ik gewoon, een vrouw zegt iets. Ja. En ik zeg bijvoorbeeld, nou mevrouw, dat is niet zo. En die man lacht. En die vrouw zegt gewoon, jij moet je bek houden, je weet helemaal niks. Ja. Dus... Ik zit helemaal in shock, want als iemand al, dan zou ik alleen al kijken. En als onze blikken elkaar, dan ga ik goed staan, zodat we elkaar goed kunnen zien. Kijken van. En aan mijn blik kan je al zien van, hé, ik ben handrem. Je doet het nooit meer. Dus ja, weet je, in dat opzicht, ik denk in de Nederlandse cultuur proberen ze altijd zeg maar gelijk te zijn. Yeah. Hè, dat alles gelijk is. Ik denk in de Surinaamse, Antilliaanse cultuur of alle andere, zeg maar, niet-westerse cultuur. Wij werken met een Nederlands staatsrecht. Jullie kennen vrouwen justitia. Mm. Eén hand een zwaard, andere hand een weegschaal. Weegschaal staat altijd schuins. Hij staat nooit schuins. Nee, is nooit altijd schuins. Ja, dus één van hen, ik zal niet zeggen dat het altijd de man is, maar eentje is altijd de kapitein. Is altijd de kapitein op een schip. En het kan de vrouw zijn, kan de man zijn, maar hierin... Kijk, we proberen wel, maar het klopt niet. Maar de vrouw wil ook niet precies gelijk zijn. Want de vrouw wil ook niet iedere keer jou meenemen. Ja, betaal alles voor precies, je. Of niet. De vrouw wil ook een vrouw zijn. Ja. En bij dit stopt mijn gesprek. En dan ga ik weer achter de techniek zitten. Oké, ik heb snel eentje van Jane, als ik het goed zeg. Ze zegt, in Suriname zeiden ze vroeger Nyang Blik. Ja. En daar waren geen Antillianen. Maar misschien wel Antilliaanse invloeden, Jane. Want we gaan heel veel met elkaar, toch? Of was het juist meneer Nyang Blik? Ja. Nee, maar kijk. Ik kijk vroeger veel films, pornofilms. Ja. En daar werd gewoon gegeten. Maar ja, in mijn belevenis vond ik het wel mooi. Maar ik zag het nog niet als mijzelf het doen. Nou, weet je wat ik denk? Ik weet niet ontbreken, maar weet je wat ik denk? Ik denk, bij ons gebeurt het altijd in het achterkamertje. En stel me voor, wat er vroeger gebeurde, op het moment dat je bijvoorbeeld als een vriendin of een ex-vriendin je belachelijk wilde maken, dan zegt ze gewoon, je hebt me gegeten. Ja. Wij zeggen, dan, wat heb je gegeten? Dan ging je het ontkennen. Op het moment dat ze ik bruine nasi. Ja, maar daarom, en dat kon je bij de Antillianen niet, want die was gewoon open. Die was open. Ja, was het juist van, maar ik kon je even op. Ijsje, ijscream en dat begint nu ben je er niet meer bang voor. Nu zijn we betere minnaars geworden. Dus dat. Zijn we betere minnaars geworden, dames?
Hey, dames en heren, het was heel fijn om jullie even te zien. Ik denk, ja. Het is tijd. Het is tijd. Dus we gaan afscheid nemen. Gezelligheid. De hoogste tijd. Gezellig is toch dan. Het was even gezellig om jullie weer allemaal even te zien, te verwelkomen. Geef ons even wat loves, likes, lobby's. Mooi, en zorg dat je vrijdag 13 juli ja. aanwezig bent. Zeker. Wordt ja, echt een topshow. Iedereen is aanwezig. Komen jullie er? Mannen, Imro. Iedereen. Morgen zijn de dames. Check toen. Dan gaan we eruit. Bye bye, zwaai zwaai. En geef alleen maar lobby's, hij mag helemaal vastlopen. Hij mag nu wel vastlopen. En nog één keer, mensen voor wie het niet weet. Achinchi. Bye bye, zwaai zwaai. Fijne avond. Doei doei. Nou, we krijgen lobby's. Ja.